Goedemorgen, dinsdagochtend. En we zijn als Groningen goed vertegenwoordigd in Brussel vandaag, want daar zijn de Open Days. Maar het is natuurlijk ook de dag van de duurzaamheid. Nou, en wij laten in Groningen natuurlijk wel zien dat we duurzaam zijn. Waar het jarenlang toch wel een beetje een leeg begrip was, weten we nu wat duurzaamheid inhoudt. En voor mijn portefeuille natuurlijk de energietransitie. Daarvoor ben ik hier ook. We willen natuurlijk meer windmolens op zee, grote windparken boven de Wadden, zodat we daarna het ook om kunnen zetten naar waterstof in de Eemshaven, maar waar het ook gebruikt kan worden door grote bedrijven in de Eemshaven. Nou, daar hebben we vandaag heel veel lobbygesprekken over. En als je hier rondloopt in Brussel, het is een prachtige stad, maar het is ook wel een beetje goor met alle smog. Dus hier moet ook nog wel wat aan duurzaamheid worden gedaan. Elektrisch vervoer, maar misschien ook wel gewoon vervoer op waterstof. Genoeg te doen. Groeten uit Brussel.